Moet jij, nadat je een presentatie hebt gegeven, wel eens kritische vragen beantwoorden en worstel je met hoe je die nou goed kan beantwoorden? In deze video geef ik je een hele korte, hele simpele tip die je af en toe verder kan helpen. Als we kritische vragen krijgen, is de neiging vaak om heel uitgebreid te beantwoorden. En soms kan dat heel goed werken, omdat je dan kan verduidelijken wat je punt is. Maar er zit ook een risico in, want hoe meer je gaat vertellen, hoe meer kans je hebt dat er allemaal weer vervolgvragen komen. En voor je het weet zit je eindeloos in de verdediging. Een heel simpel alternatief is door gewoon het kortst denkbare antwoord op een vraag te geven. Kijk hier naar een fragment uit de Tweede Kamer, waarin je Sjoerd Sjoerdsma van D66 dat ziet doen tegen Renske Leijten van de SP. Vindt D66 zich een democratische partij? Ja. Wat vindt D66 er dan democratisch aan? Nou, kijk, Sjoerd Sjoerdsma had hier natuurlijk een heel uitgebreid antwoord kunnen geven over waarom D66 een democratische partij is, met allemaal voorbeelden, noem allemaal op. Maar op die manier had hij heel veel extra aandacht gevestigd op de vraag die door Renske Leijten werd gesteld. Door gewoon met één woord te antwoorden, ja, kaatst hij de bal direct terug, maak je er zo min mogelijk woorden aan vuil en komt hij niet in een verdedigende positie. Nog een tweede voorbeeld uit een Tweede Kamer debat. Lilian Marijnissen van de SP is premier Mark Rutte kritisch het vuur aan de schenen aan het leggen. Waar gaat het over? Het gaat over dat de SP vindt dat er meer geld moet worden vrijgemaakt om aan mensen te betalen die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Dus de 3 miljard extra die komt gewoon binnen. Dan is het toch onbestaanbaar dat je niet minimaal die 3 miljard in zou kunnen zetten om iets te doen om de lasten van mensen te verlichten. Minister-president. Voorzitter, de discussie gaat toch niet over de dekking op dit moment. De discussie gaat over de uitvoerbaarheid. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, maar als dan de conclusie van dit kabinet is? Nou, weer een heel kort antwoord. Kennelijk is deze discussie al een paar keer heen en weer gegaan. En het enige wat Mark Rutte hier nog een keer zegt, ja, het gaat niet om de dekking, dus niet of we het geld hebben. Het gaat erom of het ons lukt om dat geld uit te geven. En dan gewoon een stilte laten vallen. En je ziet dat Lilian Marijnissen ook weer een beetje overvalt. En voor Mark Rutte betekent het dat hij er wat krachtiger uitkomt. Kortom, wat was nou de tip? Overweeg een volgende keer als jij kritische vragen krijgt bij jouw betoog om gewoon eens heel kort te antwoorden in plaats van een lang verhaal. Je komt dan vaak krachtiger over en je legt in één keer de bal terug bij de kritische vragensteller. Succes!